Wanneer je in Nederland een auto aanschaft, nu ik zie je al kijken, u denkt zijn we bij de begrotingsbehandeling INM. Nee, dat is het niet. Maar dan ben je wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten. En u kent het allemaal wel, hè? Je struint dan websites af om je te laten informeren. Je vergelijkt prijzen, je kijkt wat er in de dekking zit. Je bent op zoek naar de meest geschikte autoverzekering. Je komt erachter dat autoverzekeraars rekening houden met je leeftijd, je woonplaats, het aantal schadevrije jaren om te beoordelen wat het risico is dat je schade gaat claimen bij de zorgverzekeraar. In jargon wordt dit schadelast genoemd. En voorzitter, bij een auto snap ik dat. Maar wanneer het gaat om iets fundamenteels, namelijk je gezondheid, is er sprake van een soortgelijk principe. Want zorgverzekeraars berekenen de schadelast van hun premiebetalers. En eigenlijk is dat de grootste systeemfout in ons stelsel. Een mens is geen auto, een huis of een inboedel die verzekerd moet worden. Het krijgen van kwalitatief goede zorg is iets waar iedere Nederlander recht op zou moeten hebben, ongeacht de leeftijd, de zorgzwaarte, de dikte van de portemonnee of, ik vind het een verschrikkelijk woord, je mogelijke schadelast. Voorzitter, inmiddels is 15 jaar geleden een ingrijpende wijziging in het zorgstelsel doorgevoerd. Het idee was om door marktprikkels toe te voegen in het systeem verzekeraars scherper zouden kunnen inkopen. Concurrentie zou ervoor zorgen dat de prijzen zouden dalen en de kwaliteit zou toenemen. En 15 jaar later, voorzitter, zien we dat zorginstellingen worden gerund als bedrijven. Dat winst centraal staat voor het management, terwijl zorgpersoneel zich de takketandjes werkt. De administratieve procedures blijken zo ingewikkeld te zijn geworden dat haast niemand er nog wat van snapt. Bijna de helft van de zorgverleners vindt dat er onvoldoende gekwalificeerd personeel is. De effectieve zorgtijd is door de toegenomen bureaucratie flink gedaald. En voorzitter, mijn fractie wordt hier echt droevig van. En we worden nog droeviger als we de schrikbarende prognoses voor de komende jaren zien als gevolg van de coronapandemie. Voor de periode 2022-2025 verwacht het Centraal Planbureau een stijging van zorguitgaven met in totaal 16 miljard euro. En de enorme druk van de coronapandemie heeft ons laten zien dat het echt anders moet. En ik reken er dan ook op dat de onderhandelende partijen, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, zich niet onder druk laten zetten van de ene partij of de andere partij en zich blijven vastklampen aan het huidige stelsel en fundamentele verbeteringen voorstellen om onze zorg toekomstbestendig te maken. En daar hoort een fundamentele discussie over het stelsel gewoon bij.